Een hele goede morgen voor de mensen van het goede leven. Het enige villa die ik heb, draag ik aan mijn voeten. En voor de rest van de shit moet ik boeten. Ik zet er ook op camera. Ik zet jou er ook op en jou zet ik ook erop. Want ik heb scheid. In juli 2016 begon ik met de veelbesproken hoedvlog op YouTube. Ik legde het dagelijkse leven in mijn wijk Poelenburg vast. Sinds 2007 een van de grootste achterstandswijken van Nederland. De sfeer in mijn vlogs waren niet altijd om te lachen. Ik maakte destijds de domme keuze om vooral dat te filmen. Ja. En jij was zo aan het filmen of niet? Ik was het zeker aan het filmen, man. En ineens was dat nog alles wat er was. Ik was een traai te vloggen. Move achter hem, gooi een move achter hem. Vervolgens zat ik bij Jeroen Pauw. En ook daar maakten we geen beste indruk met onze attitude. Of je doet je zonnebril af, hoezo, of je houdt je mond. Nee, hoezo? Na mijn optreden in Pauw werd de ellende alleen maar groter. God erop klaar. Meer hoef ik niet te zeggen, je bent geen mens. Karakterloos. En iedereen had een mening over mij. Totaal gelul. Dit is gewoon tuig van de richel. Premier Rutte noemt een groep Turks-Nederlandse jongeren in Zaandam tuig van de richel. Ik werd opgepakt en gearresteerd wegens opruiming. Maar een 19-jarige vlogger Ismail Ilgun, die vast zat voor opruiing, is weer op vrije voeten. De jongeman kreeg wel een gebiedsverbod opgelegd. Ik heb mijn excuses enkele dagen later aangeboden. Het is nooit te laat om te veranderen en ik heb besloten dat deze periode achter me ligt. Ik wil op een positieve manier gebruik maken van het publiek dat ik bereik met mijn vlogs. Mijn doel is altijd geweest dat ik het leven van jongeren een probleemwijken zou laten zien. Dus dat is precies wat ik ga doen. Ik bezoek ze en ga op zoek naar wat hen prikkelt. Naar wat hun drijf is. Wie hun voorbeelden zijn en hoe zij de shit blijven. Iedereen van plan, bro. Je kan mij niet zeggen dat je geen plan hebt. Snap je? Ik denk dat iedereen gewoon wel met een visie of een droom wakker wordt elke dag. Van, hey, ik wil dit bereiken, dat bereiken. Dus dat is die verleden, heb ik vastgezeten, uitgezeten, alles. Dus dat is geen probleem meer. Dat heb ik dus allemaal gedaan. En daarna ben ik gestopt. Ja, daar is hij hoor. Met een o zo wat mooie koffer. We gaan naar Spang. We gaan alle jongens ophalen. En nadat we alle jongens hebben opgehaald, dan gaan we naar Spang. Ik ga daar 3 dagen van blijven. Deze jongens gaan wel weer terug, maar ze komen wel weer terug om weer te... Jongens, allemaal. Fomar boys, fuck jullie. Spang is een stadswijk van Rotterdam met ongeveer 9500 inwoners. Tot in de jaren 60 was Spang een nette wijk, maar begin jaren 80 veranderde de wijk onherkenbaar. De huizen waren slecht onderhouden, de deels dichtgetimmerde woningen trokken veel junks en drugsdealers aan. De sluiting van het beruchte perron 0 bij het Centraal Station en de verplaatsing van de tippenzone van de GJ de Jongweg naar de Keilenweg zorgde ervoor dat Spang een landelijke bekendheid kreeg als uiterst gevaarlijke wijk. Na een lange rit zijn we ook aangekomen in Spang. Ik heb een beetje rondgekeken. Ik ben niet echt uit de auto gestapt, maar ik heb wel gekeken hoe het er ongeveer uitziet, wat voor jongens er zijn. We zijn ook langs de hangplek gegaan. Ik zag er gelijk, dat is de hangplek. Daar komen al die jongens, 100%. Ik zag het al aan die winkel en die jongens die er stonden. Dus ik denk niet dat het een probleem voor mij zal zijn om nieuwe vrienden hier te maken. We zijn nu ook aangekomen bij de hotel. Namen zeg ik niet, dat is te veel promotie, je weet toch? Maar een luxe hotelletje hoor. Is het een luxe hotelletje? Ja, moet je niet laten zien voor reclame, want er is veel voor betaald, denk ik. Hallo? Nee? Oké, is goed. Ik krijg net een belletje dat de kamer niet doorgaat. Dus we gaan er weer uit, oké, helemaal geen probleem. Ik weet niet waarom. Ik snap niet waarom ik het hotel ben uitgezet. En ik overleg met iemand van het team hoe verder. Hij heeft me er al uitgegooid, man. Heeft hij je eruit? Ja. Ja. Nee, dat meen je. Mensen, de slechtste hotel van Rotterdam, deze klootzak hier. Amar Hotel. Amar Hotel. Ik raad je dat niet aan, die man wil die deur niet eens open doen voor mij. Ik voel me echt beledigd. Ja? Fok die man, vriend. Nou, niet schelden, dat gaan mensen... Jawel, jongen, wat denkt hij? Hij denkt, hij werkt bij de receptie dat hij de macht heeft of zo. Wat denkt hij, weet je? Hotel is van hem. Is het hotel van hem? Ja. Zegt hij dat? Ik denk het wel. Hij lijkt wel op een Achmarouwe. Ja, toch? Ik denk niet dat het een Amar... Ach, maar! Fuck you, man! Met je kut hotel! Waarom doe je dat? Ga erop zitten, klootzak! Waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Hij weet wie ik ben, hij heeft mijn naam, alles.
Wat maakt het uit? Dat maakt heel veel uit. Gaat hij een bekeuring aan uit? Nee, maar toch, het is gewoon niet jij nodig. Jij zegt toch niks, ik zeg het, vriend. Onnodig klaksoneren. Oh, boete. Brazilië hebben geen kind tikken, man. Ja. En geen stress. Ik heb geld, maar wel honger. Spangen. We zijn nu bij de FOMA van Spangen, zoals jullie zien. Genoeg boys hier. Ja, wat broer? Rustig, man. Zo naar iedereen. Ja, man. Ja, wat broer, jij zei hier net, was het Texas hier toen je 14 jaar... Hier was Texas vroeger. Is het nu wat rustiger geworden? Nu wat rustiger. Tuurlijk, overal politie, handhaving. Ik word door een jongen meegenomen naar een populaire hangplek. Deze jongens doen eigenlijk wat ik de hele dag ook voor de FOMA deed. Chillen, lachen. En af en toe een beetje gek, toch? Ze zijn heel enthousiast, bro. Alleen maar SO's. Jou niet, wat ben ik? De capuchon is op, hoor. Hele groep, man. Waar gaan we naartoe, boys? Naar Florida. Snackbar Florida is de plek in Spangen waar iedereen komt. De snackbar wordt al meer dan 20 jaar gerund door Otto en zijn vrouw Monique. Bewoners van allerlei nationaliteiten komen hiervoor, naar eigen zeggen, de beste friet in Rotterdam. What's up, Tamati? What's up? What's up? Hey, is van Poelenburg, hè? Amsterdam, ouwe. Ja, ze weet wie ik ben, Hey! Met jou, weet toch? Is jullie buurvrouw? Nee, maar ze is echt lief, man, voor mij. Ja, ja. Goeie service hier. In Snackbar Florida heb ik een afspraak met Lorenzo. Lorenzo, a.k.a. RM, a.k.a. de peetvader, a.k.a. ik hou van Spangen, mijn wijk. Als peetvader heeft hij veel contact met jongeren in deze wijk. Een uitgelezen kans om wat meer over de leefomgeving van deze jongeren in Spangen te weten te komen. Maar Lorenzo is naast peetvader ook bekend als manager van de populairste muziekgroep uit Spangen. Je bent ook de manager van Broederliefde. Klopt. Groot succes. Fucking groot succes. Dat is ook fucking tof. Iedereen vindt ze tof. Maar hoe hebben hun zichzelf omhoog gewerkt? Hoe heb jij hun ervaren? Het is gewoon de groei. Als je een samenwerking start met iemand, moet je visie hebben. Lange termijn visie moet je hebben. En daar heb je, ja, dat gaat niet zonder slag of steun. Je gaat moeten bouwen. Je gaat op je bek gaan, opstaan, doorgaan. Je hebt heel veel muzikaal talent in de wijk rondlopen. Heel veel mensen die een steentje hebben bijgedragen of de wijk Spangen naar voren hebben gebracht. Maar Broederliefde heeft die bal echt ingekopt. Ja. Snap je, er zijn voorzetjes gegeven, maar die boys weten wat ze moesten doen met die bal. En die zitten goed in, man. Als je het hier maakt en hier staande kan blijven, overleef je het in elke wijk. En ik denk dat dat de sleutel is. Kijk, als je in een nette wijk woont, stel je voor je woont in Wassenaar, lekker een beetje afgezonderd, kast van een huis. En je gaat bijvoorbeeld studeren in Rotterdam, Amsterdam of Den Haag, heb je cultuurshock, want je bent niks gewend. Nee. De drukte, de mensen, de lifestyle. En zulke mensen die hebben kans om te verzuipen in een wijk als Spangen of een stad als Rotterdam. Dus hier bouw je ruggengraat op. Ja, man. Heb je ook echt een rugzak. Met allerlei gekke dingen die je hebt meegemaakt, maar dat maakt jou wel de persoon wie je bent en de man. Dat is het. Lorenzo heeft de slechtste tijd van Spangen, begin jaren 90, als kind van dichtbij meegemaakt. Nou, toen ik hier pas kwam wonen, dat was volgens mij in 87, er waren alleen maar verslaafden. Waar je ook liep, werd er wat verkocht op straat. In mijn trappenhuis sliepen gewoon verslaafden. Als ik naar school moest, dat ik gewoon moest zeggen, hey, meneer, mag ik alsjeblieft langs? Je weet niet beter. Je gaat naar school, je ouders geven je gewoon mee van wat wel goed is, wat niet goed is, en daar moet je het mee doen. Ja. En kijk, voor de mensen van buitenaf was het echt van, wow, dat is echt ghetto, heftig. En als je er zelf in woont,
dan zie je het niet zo. Dan ben je bent niks anders gewend. Dat is wat het is. De laatste jaren gaat het gelukkig veel beter met de wijk. Door meer cameratoezicht en zichtbare aanwezigheid van de politie. Maar toch voelen bezoekers van buiten de wijk zich niet altijd heel veilig. Lorenzo vindt dat niet nodig. Stel je voor, je loopt hier en je ziet een groep jongens en je doet gelijk zo met je tas. Dan weet iedereen van, oh, jij komt niet van hier. Ja. Dan ga je jezelf slachtoffer maken, terwijl het niet nodig is. Een beetje doen alsof je anders bent. Ja, nee, maar kijk, je hoeft je niet anders voor te doen, maar niet op elke hoek. Waar boys staan, wordt een tasje getrokken. Ja. Of wordt iemand beledigd. Snap je? Als je gewoon normaal doet, word je goed ontvangen. Lorenzo deelt zijn positieve visie om het leven te staan graag met de jongeren uit zijn buurt. Ik moet doen wat past in mijn straatje en in mijn toekomstperspectief. Klopt. En ik, dat vind ik gangster. Als je gewoon doet wat jij wil doen. Als jij het anders durft te zijn, als jij het verschil kan maken. Precies. Als je voor je kinderen zelf zorgt, durft te zijn. Dat is gangster. Zelf durft te zijn. Als jij gewoon werkt van 9 tot 5 en je rondkomt en je voor je familie kan zorgen, dat is ook gangster. Ja. Snap je? Zo steek ik in elkaar. Lorenzo geeft me de tip om te kijken bij sportschool Crosskade, waar veel jongens uit de buurt kickbokstrainingen volgen. Ik heb 26 wedstrijden gevolgd. Ja? Ja, ik heb een hoop al. Ik doe nu 5 jaar zo kickbox. Toen het was begonnen, was niet mijn bedoeling om professioneel te worden, maar gewoon een beetje tijdverschil. Ja, 2,5 jaar geleden zag ja, niet na de eerste wedstrijd eigenlijk al zag ik dat het best wel serieus begon te worden. Ja. En vond ik het serieus en verkeerd toch? En nu. Nu, op een gegeven moment zijn jongens mij van de buurt gevraagd. Kwamen ze bij mij vragen van ja, kan je ons ook les geven? Want hier nam ik wel eens de lessen over van waar ik zelf train, zeg maar, waar ik het net over had. Maar toen hun daarachter kwamen, zeiden ze van waarom gaan jullie ons niet trainen? Mm-hmm. Dus dat ben ik nu. Ilias geeft veel jongeren steun, sturing en inspiratie met zijn kickboxlessen. Dat maakt hem zeer geliefd en populair in de buurt. Toen ik ook in de buurt was, iedereen zei, we trainen hier allemaal. De hele buurt traint hier. Elke keer komen er wel andere mensen ineens weer mee trainen, komen ze weer een lesje mee trainen. Maar deze twee, die zitten vooruitgang in, die trainen nu 3-4 maanden bij mij. Ja. En dit is de reden dat ik het doe, niet om geld te verdienen of wat dan ook. Ik ben nu zelf akelaster, als ik geld wil verdienen, moet ik er zelf voor gaan vechten. Dit is voor mij. Mijn soort van stage. Ik vind het echt leuk om les te geven. Veel jongens die Ilias traint hebben de nodige problemen. Niemand wil het in de eerste instantie het met mij daarover hebben. Maar dan ontmoet ik Zakka, een Marokkaanse jongen van 21 jaar. Die bereid is zijn verhaal te vertellen. Ik heb een paar jongens gesproken. En we hebben een beetje over het verleden gepraat van hen. En de verandering van toen en nu. En ik heb gevraagd of ze dat ook op camera wilden zeggen. En hier is een jongen. Kan je een beetje over jezelf vertellen? Eigenlijk ging ik ook gewoon naar school, net als iedereen. En nou ja, om het maar eerlijk te zeggen, bij mij is het vrij vroeg misgegaan. Ik was druk altijd, je weet toch. Daarom, dat zie je ook wel een beetje terug in de... Ja. Ook al dit zit in mij. Maar ja, dus daardoor is het al vrij vroeg misgegaan. Ik heb veel verschillende scholen gehad vroeger en zo, snap je, vaak weggetrapt. Ja. En vanaf mijn 16e, toen ik bijna 17 was, heb ik school helemaal gestopt. Dus je bent op je 16e gestopt met school? Ja, zo met school. Dat is wel vroeg, man. Ja, man. Ja. Maar je beheert de Nederlandse taal dan best wel goed voor... Ja, toch? Ja. Nou, weet je wat het is? Ik kom uit een normale gezin, man. Ja. Mijn vader werkt nog steeds. Mijn moeder is 2 of 3 jaar geleden pas gestopt met werken in verband met haar knie. Arthrose, dus die kon niet meer, dankjewel. Mijn broer doet universiteit, wow. Die is bijna klaar, de master van accountant. Nou, mijn broertje is ICT'er bij de Rabobank, die zijn ook allemaal getrouwd. Ja, ik heb nog een zus, die woont in Egypte, die is ook getrouwd. Alles. En een zusje, die gaat ook naar school. Dus ik ben de enige en ik ben de middelste. De zwarte schaap. Ja. Ik heb van alles één. Eén broer, één zus, één broertje, één zusje. Maar hoe bedoel jij, hoe is het misgegaan? Ik heb andere visies. ik had andere doelen. Kijk, mijn broer die heeft ook zelf de doelen, maar ja, die heeft het met school bereikt. Hij is echt slim. Weet je, hij is, dit is voor hem weggelegd. Hij is, ik niet, ik ben niet zo'n theoretisch type. Ja. Ik ben meer praktisch en zo, weet je. Meer van doen dan van denken en weet je. Ja.
Dus door dat zocht ik altijd spanning op, toch? Ja, dan weet je hoe het gaat. Als je in Spanje bent opgegroeid, dan krijg je al vrij veel spanning. In je jeugd. Dat begint met fietsen stelen, dat soort dingen. Dat is normaal, dat heb iedereen gedaan. Ja. Ik kreeg eerst een keer een brief van politie, moeder schrikken. Dus je weet toch, zo begon het en dan ga je toch andere dingen doen. Ja. Dealen, inbreken. Ja, dus. Maar ben je daarmee gestopt of doe je dat nog steeds? Ik ben daar helemaal mee gestopt. Helemaal, gewoon alles achtergelaten? Ja. Sinds 2,5 jaar geleden ben ik eerst begonnen met een sportschool bij mij in de buurt. Ja. Ik was echt aangekomen in die tijd. Je zit alleen in de auto. Toch? Ja. Ik heb een tijd in Maastricht gezeten, 4 jaar ongeveer. Voor wat ik was echt een runner in Maastricht. Voor wat als ik vraag mag? Gewoon runnen. Dus. Oh, van Lino. Ja, dus dat is die verleden heb ik vastgezeten, uitgezeten, alles. Dus dat is geen probleem meer. Dat heb ik dus allemaal gedaan. En daarna ben ik gestopt. Want zoals ik al zei, je hebt gezien, ik hou echt van kickboksen. Het zit echt in mij. Ik vind het echt, is mijn leven. Ik vind het, ja, wat was de schakel dat je dacht van... Nee. Vastzitten, man. Te veel vastzitten. Je moeder pijn doen. Je weet toch, ik kom vrij. 4-5 maanden vastgezeten. En dan een weekje of 10 dagen zo, als ik het haal. En van die 10 dagen heb je nog elke avond zit feesten. Je weet, doekoe, dit, dat. Je weet hoe het gaat. Ja. En dan zie je ouders niet, het is niks. Moeder altijd kapot. Je moeder bel je alleen maar wanneer je tegen haar zegt... Hey, ik kom net die 3 dagen van het politiebureau. Ik heb weer 14 dagen gekregen. Ik zie wel wat ze gaan doen na die 14. Snap je? Dus dat was zeker een van de grootste... redenen. Ja, gewoon klaar. Zeg maar, je hebt al die tijd de zwarte kant gekozen. En dan ga je de witte kant op. Maar hoe wil je, zeg maar, nu je geld gaan verdienen? Ja, kijk, weet je wat het is? Ik ben bezig ook met die uitkeringsinstantie om mijn eigen zaak te openen. Dus ze gaan mij helpen. Als ik een goede plan van aanpak heb gemaakt, gaan ze mij helpen met de zaak opstarten. Maar je lijkt dus een slimme jongen, man. Ja, dus ik denk niet dat je daar problemen mee hebt. Ik kan dat ook zeker wel aan. Dus kijk, en ik zeg eerlijk, ik ben geen type die kan werken onder een baas. Niet dat ik me hoog voel of wat dan ook. De manier hoe ik ben, hoe ik te werk ga, hoe ik mijn... heb ik liever iets dat van mezelf waar ik echt aan werk. En ik weet dat ik daar met grotere passie aan ga werken, beter aan ga werken. Snap je? Dus meer in ga steken. En het gaat de meeste tijd voor mij vullen. Want als je voor een baas werkt, ben je van 8 tot 5 bezig. Nou, ik heb zoveel energie, 5 uur ben ik echt niet moe. Kan ik genoeg gaan doen. Begrijp wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dus snap je? Alles gewoon in mijn eigen hand hebben. Ik ken mezelf echt goed in die zin. Dus dat is mijn doel zo'n beetje. Even een beetje goed weer afvallen, goed trainen. Misschien een paar partijen draaien. Ja, ik ben sowieso bijna elke dag met hem. Dus het enige wat ik van hem zie is alleen sport. Dus dat is sowieso goed, snap je? Ja. En, nou ja, het is ook beter om zulke mensen dan ook om je heen te hebben, je weet toch? Die gewoon vooruit trekken. Ja, tuurlijk. Dus nou ja, dat is het zo'n beetje nu. Ja, ja, toch. Ja man, we zijn hier man, we zijn live hier man. Jullie gaan genieten vandaag man. Welkom in Spang Studio in Spangen. We zijn hier zo met een van de vloggers die jullie wel kennen. Sowieso. Cameraploeg is aanwezig, Dern is aanwezig, Senk is aanwezig. We gaan knallen man. Stay tuned. Ik ben op bezoek in de bekende muziekstudio Spang Studios. En heb daar een afspraak met John Leslie van Engel. Beter bekend als Joyba, een ras-echte Spangenaar. Als de Joyba horen. Waar kennen ze je dan van? Ik heb samen met Bollebof kwasten gemaakt met Lange Sjaak. Namelijk een kwasten. Ik zing Wil je niet zijn, maar schet. En die baller is ook een hit geworden? Ja, geworden. Die is een hit aan het worden. Hij loopt goed. Hij heeft veel views. Het loopt heel goed. Het loopt veel beter dan kwasten, dan dat kwasten liep. Wat zou je doen met Lange Sjaak? Ook met deze boys hebben we die clip geschoten. Wat zou je doen als je wakker bent als een miljonair? Wat zou je doen als je wakker bent als een superster? Gelijk, je bent een artiest, dan heb je uitstraling. Loop je een fucking supermarkt in waar je energiedrank voor 15 cent kan halen. Je weet gewoon, dit is een artiest, ouwe. Ja, dat zie je gewoon. Ik ben er ook bewust mee bezig, weet je. Ik bedoel van, je moet uitstralen wat je wil worden, weet je. En ja, ik vind dat je moet sowieso proberen uniek te zijn. En het maakt dan eigenlijk niet uit hoe je het doet. Maar zorg ervoor dat mensen je wel anders vinden dan anderen. Want anders ja... Van je net buiten de boot, denk ik. Ik loop een stukje met je mee, want ik wil weten hoe je heet. Zit dat er genoeg begeleiding is voor de jongeren hier in deze wijk? Voor de, dan bedoel ik de jongeren die hangen en niks doen, geen visie, geen toekomst. Kijk, jij hebt nog een plan. Ja. Maar er zijn ook jongens die geen plan hebben en alleen maar hangen. Ze hebben wel een plan, alleen ze voeren die plan niet uit. Dat is het verschil. Kijk, ik denk dat iedereen wel een plan heeft, maar... Hoe sterk geloof jij in die plan en hoeveel effort zet je erachter, snap je? Iedereen heeft een plan, broer. Je kan mij niet zeggen dat je geen plan hebt, snap je? Ik denk dat iedereen gewoon wel met een visie of een droom wakker wordt elke dag van... Hey, ik wil dit bereiken, dat bereiken, ja. Maar... Eens. Ja, denken is niet doen, snap je?
En ik ben juist meer doen dan denken. En ik denk wel veel, maar ik probeer meer te doen dan dat ik denk, snap je? Zeg maar waarom jij niet meer hier bent bij mij. Ik wil je voelen, baby, wat doe je? Laat me je voelen. Je hebt geen idee wat ik met je wil doen, omdat je boel, maar je voelt me. Het is wat drukker in de studio geworden. Hij is met piano. Hey, dat is trouwens die DJ Boombastic waar we het over hadden, die album. Ja? Je hebt de album gemaakt? Ja, broer. En wat vuur komen. Ja, ik hoop het, man. Kom je ook uit Spangen? Nee, ik kom uit Naaldwijk, man. Komt uit Naaldwijk. Westland, 0174, ken je het? Nee, man. Hey, zeg, die stallen nooit meer, man. 0174. Wat voor wijk is het? Niemand kent die stallen. Wij komen uit een witte regio. Een witte regio. Alleen maar witte mensen wonen daar nog. En zie je veel verschil tussen hier en daar? Om in. Kan je me vertellen een beetje, misschien? Broer, het groot verschil is bij ons. Bij ons kent iedereen elkaar, toch? Ja. Dus je moet je gewoon goed gedragen. Want als je één fout maakt, iedereen weet die fout daar zo. Ja. Zal het bij jou, Zaandam, zo klein. Iedereen kent elkaar. Klopt. Maar daar was het uit te maken. Die shit, hier wordt het echt, hier gebeurt het in deze achterstandswijken, man. Ik wist dat niet. Ik zeg je heel eerlijk. Ik kom de eerste keer, kom in Spangen. Ik hoor Spangen van broederliefde, ik hoor Spangen van dag. Maar ik hoor ook Spangen van ghetto, ja toch? Ja. Ik kom in Spangen bij LS, bij Lange Sjaak in de studio. Ik zeg je eerlijk, vanaf dat moment dacht ik bij mijn eigen. Hier gebeurt al die shit, man. Yeah. Hier gebeurt het. Het is niet alleen maar ghetto, maar ook talent dat hier is. Broer, daar worden ze geboren op een of andere manier. Ja, wij worden zeg maar gedwongen om gewoon iets te bereiken. Omdat het gewoon moeilijker is voor. Ja. Tenminste, nu is het niet meer zo moeilijk, hoor. Bij ons is het echt anders, man. Wij komen uit Westland, waar wij wonen, is derde economie van Nederland. Mm-hmm. Hè? Derde economie. Dus iedereen is daar prestatiegericht. Je moet presteren, anders hoor je gewoon niet bij. Dus je gewoon links laten leggen. Dus wat heb je? Je moet presteren. Dus wat heb je? En je voordeel is dat je vrienden, je familie, zijn allemaal al, die bereiken al wat. Dus dan kan je makkelijker mee. Ja. Wij moeten hier juist strijden omdat je moeder heeft het niet kunnen bereiken en die heeft het niet kunnen en je vrienden ook niet. Dus je moet zeg maar echt iets doen met je talent om iets van je weet toch, om iets te kunnen bereiken. Ja, ik zeg je ook eerlijk hè, vroeger in mijn klas op school, op de basisschool, ik kom gewoon uit een normale gezin, uit een alleenstaande moeder, weinig money, dit dat, eindstand, ik kom op school. In mijn klas zitten misschien 6, 7 miljonairskinderen. Dat bedoel ik. Broer, ik zweer het je. Die gaan dit doen, die gaan dat doen. Hun hebben dikke telefoon en ik kom naar school, weet je toch? Ja, ik heb die shit allemaal niet. En dan... Moet je stelen? Dan kan je kiezen om te gaan stelen, ja. Wij hebben gelukkig hebben we de andere kant gekozen, maar anders... Maar wij worden zeg maar een beetje gedwongen om die moeilijke route. Ik heb ook vroeger verkeerde dingen gedaan, ik wil die dingen niet zeggen. Maar uiteindelijk, ja... Leer je daarvan? Ja, je leert ervan en je moet gewoon proberen om... positief te blijven, man. Je weet toch, je moet je ook niet omsingelen met mensen die verkeerde dingen doen. Look. Waarom niet? Anders ga je er zo makkelijk in mee en je verpest alleen maar je eigen leven, man. En ik zeg niet dat het slecht is om in een achterstandswijk op te groeien, want uiteindelijk heeft het mij gemaakt voor wie ik ben. Je weet toch, en ik zie ook iedereen die wat bereikt gelijk ook echt iets groots. Ja, man. Snap je? En dat komt ook omdat ze gewoon weten van waar ze vandaan komen. Ze weten gewoon hoe moeilijk het was. Ze hebben hun moeder zien strijden, hun vader niet leren kennen. Je weet toch allemaal zulke dingen. Dus daardoor ga je alleen maar het beste willen voor jouw kinderen en hun kinderen en hun kinderen. En ik zeg ook eerlijk, wat ik nu doe is ook voor hun, man. Ik ben niet eens meer bezig voor mezelf. Ik heb een zoontje, weet toch? Ik ben alleen maar bezig voor hem en voor zijn kinderen en voor die kinderen. Ik wil dat ze later gaan zeggen, hey, opa John, daar heb je alles aan te danken. Goeiedag, heren. Yes, beste kijkers, Izzy hier zo. We zijn weer terug naar Zaandam. Ik ben 3 dagen in Spangen gebleven en ik heb heel veel nieuwe vrienden gemaakt, heel veel gezien van de wijk. En de mensen waren echt heel aardig. Ze hebben me echt heel goed, ja. Het was echt een hele warm welkom. En ze hebben me ook heel veel laten zien. En ze waren gewoon hunzelf allemaal, dat vond ik ook heel mooi. Niemand die zich anders deed. Of... Dat is gewoon allemaal positief. Ik weet niet wat ik moet zeggen, bro. Ik zie het gewoon als mijn eigen wijk. Ik zie helemaal geen verschil. Het zijn gewoon jongens ook met een droom. Echt hele lieve jongens, man. Ik ben echt tevreden. Thank you.